Ik haat deze film. Ik wou zeggen daar. Nee, ik wil het niet over goede films hebben terwijl we deze kakfilm aan het kijken zijn. Love is all around me. And so the feeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cinemaatjes. En deze keer hebben we gekeken naar Love Actually uit 2003. Ja, nou, voordat we beginnen met de review, JP, even uitleggen aan onze kijkers. Je kunt ons ook volgen op de televisie, als je toevallig in Brabant woont. Ja, maar als je dus echt up-to-date wil zijn van wat wij doen met z'n tweeën, volg ons op Facebook. Goed. Wij hebben dus op Facebook een poll gedaan, want wij dachten van, ja, we doen eigenlijk nooit chick flicks. Oké, de insteek was films die wij als man niet zouden kijken. Nou, dan maakt het automatisch dan een chick flick. Wee, nee, dat is niet op chick flick. De criteria was, we moeten hem niet hebben gezien. Niet hebben gezien. En dan heb je deze. Er werd massaal gestemd voor deze film. En waarom? William, waar gaat Love Actually over? Je volgt een aantal personages die op een of andere manier in aanraking komen met de liefde. Het hele verhaal werkt toe naar kerst. Het begint met een oude rockster die vrij aan de grond heeft gezeten met drugs en alles. En nu probeert een nummer 1 hit met kerst te krijgen. Je hebt twee pornoacteurs, dus een man en een vrouw. En op de een of andere manier, ik weet niet wat voor soort pornofilm zij spelen, maar die duurt 6 weken in ieder geval. Ja, ze zijn 6 weken aan het opnemen. Ja. En dat is echt een epische pornofilm zijn, hoor. Daar 6 weken over doen. Miami Spice. Maar wat ze doen, dus licht meten en al die shit. Wie dat doet, dat is een donkere jongen. Mm-hmm. Die is ook bevriend met een of andere gast. Die ook nog eens een soort van plotje heeft. Want die denkt, ik kan hier in Engeland geen vriendin krijgen. In Amerika gaat mij dat lukken met dit sexy Engels accent. En dan vervolgens verdwijnt hij de rest van de film. Dan heb je nog Liam Neeson, die zijn vrouw kwijt is geraakt. En die heeft een zoontje. Dat zoontje is overigens veel te volwassen in deze film. Het is tijd voor Leo en En dan kijken ze Titanic. Een film die ik overigens ook nooit wil zien. Dus hier zat ik helemaal niet op te wachten. Dus ik heb toch nog een stukje Titanic opgepikt. Dat wilde ik helemaal niet. Maar welke vader doet dit? Welke vader doet dit? Welke vader gaat met zijn zoon de Titanic kijken? Kom, we gaan Titanic kijken! Geen vader! Geen één! Wat een onzin. Maar goed. Dat jongetje is ook verliefd. Oh, hij is verliefd op een meisje in zijn klas. En dat meisje gaat terug naar Amerika. Goed. Daar zijn er ook weer twee. Liam Neeson, die belt op een gegeven moment met een vrouw. En dat is Emma find you. Nee. I will find you. And I will kill you. Liam Neeson belt met een vrouw. En die vrouw, dat is Emma Thompson. Ja? Die heeft dus een man. En die man heeft een bedrijf. En in dat bedrijf, daar heeft hij een secretaresse. Hij vindt het wel leuk en op een gegeven moment besluit hij een sieraad voor haar te kopen. En dan komt hij Mr. Bean tegen. Goed, maar in dat bedrijf werkt ook nog iemand anders. Die doet daar dus ook iets. En die heeft een broer die een beetje gek is. En daar werkt nog iemand in dat bedrijf. En dat is Carl. Dat is enige. Kennelijk weet iedereen in het bedrijf dat zij een oogje heeft op die jonge gast. Op Carl. Al 2 jaar en zoveel maanden. Ze weten het precies te benoemen. 6 minuten. Dan heb je nog een bruiloft tussen Keira Knightley en een donkere jongen. Die en Rick. En Rick. Die filmt alles. Rick van The Walking Dead. Die filmt eigenlijk niet de bruiloft. Die filmt Keira Knightley. Keira Knightley komt op een gegeven moment bij hem langs en zegt van, hey, ik heb nog wat materiaal nodig van de bruiloft, want ik mis nog wat stukken. Heb jij toevallig, want ik weet dat jij dingen hebt gefilmd. Pak de VHS-band. In 2003 was het gewoon super normaal om VHS-banden te hebben. Die stopt ze in de videorecorder en hij is al een beetje betrapt, want daar staat zij natuurlijk alleen maar op. Hij filmt alleen haar. Missen we nog mensen? Vast wel. I don't care. De schrijver. Schrijver? Colin Firth. Colin Firth, die heeft een relatie en die komt in het begin van de film. Heeft hij een relatie? Ja, die heeft een relatie. In het begin van de film heeft hij een relatie. Nou goed, hij komt. Was dat niet gewoon een hoer? Nee, dat was geen hoer. Dat was zijn vriendin, want op een gegeven moment komt hij thuis.
En dan is zijn broer er, die zegt, oh, ik kom even nog wat cd's ophalen. En dan hoor je haar op de achtergrond. Ze ging vreemd, dat was ja, het. Ja, ze ging vreemd. Ik was helemaal vergeten wat er waren. Te veel plotjes! Dus wat doet hij? Hij gaat weg, hij gaat naar Frankrijk. En daar gaat hij een boek schrijven, want hij is een schrijver, komen we dan achter. En vervolgens komt er een oude vrouw aan de deur. En die zegt dan iets. Hier is je Portugese love interest waar je meteen verliefd op wordt. Ja. Nou, en dan zijn we het belangrijkste plotje vergeten. De prime minister van Engeland, die is net aangesteld. Die komt dus op Abbey Road. Is, nee, dat is niet Abbey Road. Dat is de Beatles. Die komt daar waar hij zijn huis is. Precies, waar zijn huis is. Nou, en dan wordt hij voorgesteld aan zijn personeel. En daar zit dus een vrouwke van de catering bij, opslagverliefd. Zat Monica Lewinsky. En dat is dus eigenlijk het hele fucking ding met deze film. Iedereen is opslagverliefd, zo'n beetje. Dat gaat niet zo. Het is niet zo dat, oh, en dan komt in één keer het moment waarop je in één keer naar het vliegveld moet. Of, er is nog maar één moment over. En dan sta je tegenover die vrouw en dan is het in één keer vuurwerk. Dat is nooit. Want dan zegt zij waarschijnlijk, ja, dat is jammer, maar ik ben met die. Ja, die stoere gast. Met die gast, dat is mijn vriend. Dit is mijn vriend, al 3 jaar. Die stoere gast die wel gewoon elke keer iets tegen mij zei. Ja, en die neukt mij elke avond keihard. En dan heb jij een beetje het nakijken. Dat is een beetje een ding. En daar stoor ik me gewoon het meest aan. Dat de meeste vrouwen zoiets hebben van, oh, dat is zo leuk. Ja, maar jullie kiezen nooit voor die mensen. Nee. Jullie kiezen nooit voor die man. Als er zo'n leuke, iets wat verlegen, stuntelige jonge man is, die niet precies weet hoe hij zijn gevoelens moet uiten, dan zien ze dan op film en zo, oh, dat is zo leuk. Ik heb dat meegemaakt. En ik werd gewoon over het hoofd gezien. Want je neukte gewoon met die kale dat is het ding. Ik vond jou heel leuk. Ik heb jou liefdesbrieven geschreven. Ik heb tekeningen voor je gemaakt. En dan nog krijg je, ik denk toch dat ik iemand anders kies. En vervolgens, hoppakee, neuken ze die gast. En dan staan er mooi te kijken. Met hoe slappe lul. Ja, ik durf er niks te zeggen. Nee, want een jongen is niet achterlijk. Die heeft ook wel gezien dat jij met die kerel mee naar huis bent gegaan. En dan denkt hij dit. Dan denk ik niet dat ze echt geïnteresseerd is. Jammer. Je kunt je niet verplaatsen in één van die karakters. Het zijn zoveel fucking plotjes. Dat is het kwalijk van deze film. Zoveel plotjes. En zoveel karakters waar je je mee moet identificeren. En er is er geen één. Wij kunnen ons er niet mee identificeren. Wij mannen, wij echte mannen, cinemaatjes, kunnen ons niet identificeren met iemand in deze film. Maar vrouwen daarentegen. Luister, JP, de oplossing van de film. Ik heb hem. Vrouwen kijken naar deze film en die denken, dat wil ik ook. En wat we hebben gezien, de man moet een rockster zijn. Een stoere oude rebel. Ja. De man moet macht hebben, prime minister, macht. De man moet zo verlegen zijn dat hij niks durft te zeggen. Een soort van stille liefde moet hij zijn. De man moet porno. Die porno, zit er ook in. Maar lief. Veel zelfvertrouwen moet hij ook hebben. De man moet zo liefdevol zijn over zijn ex-vrouw die is overleden. En zo goed met zijn kind kunnen omgaan. Goeie vader. Goeie vader. Ja. Wie mis ik nog? De schrijver. Ja. De stuntelige. De hopeloze romanticus. Precies. Die bedrogen dat is. Moet die man ook hebben. En dat alles, al die mannelijke karakters in Love Actually tezamen, dat is de ideale man voor elke fucking vrouw. En daarom houden ze van die kakfilm. Ja, dat is opgelost. Nou, tot volgende keer. Houdoe. Niet doen, JP, echt.